Ik weet eigenlijk niet wat de stellingnames en claims vanuit het woke-activisme juist zijn. Ik weet wat er over woke wordt gezegd en geschreven, maar ik heb eigenlijk geen idee wat dat woke-activisme juist is. Wat het volgens de critici lijkt te zijn, is het een vat vol contradicties. Mijn kritiek is vooral gericht op zij die woke-activisme construeren als een sociaal probleem. Alsof we ons meer zorgen moeten maken over #MeToo dan over seksisme zelf. Alsof #BlackLivesMatter een grotere sociale bedreiging zou vormen dan racisme zelf. Nu, woke wordt dan een zak waar alles in past, waar je het niet mee eens bent. Een selectie van hyperindividualistische en moraliserende interpretaties van feministische en antiracistische literatuur. Mijn inziens is het net de vorm of het medium, en dat zijn dus Facebook, Twitter, Instagram enzovoort, die polarisering, dat narcisme, het individualisme en die moraliserende toon in de hand werken. We moeten dringend leren anders omgaan met die technologie. En daar maak ik mij zeker zorgen over. Bovendien lopen te veel academici en gevestigde mediafiguren de sociale media achterna, waardoor onze virtuele wereld quasi werkelijkheid wordt. Het is een perfect staaltje van self-fulfilling prophecy, zowel voor links als voor rechts. En dat zou nog een goed debat zijn over het vrije woord. Ik herken dat sociale media enerzijds ervoor zorgt dat we stemmen horen die vroeger nooit gehoord werden. En dat is echt positief. Maar anderzijds zorgt sociale media er ook voor dat we heel extreme en soms echt absurde stemmen te horen en te lezen krijgen. En de verontwaardigde stemmen die zogenaamd woke zijn, baren me trouwens veel minder zorgen dan de extreemrechtse commentaren die je zo ongeveer overal kan lezen in comments. Ten slotte maak ik me ook zorgen over hoe universiteiten, musea, grote bedrijven, mainstream media en andere gevestigde instellingen putten uit het woke discours, ergens om hun gezicht te redden, om er goed uit te zien, maar ondertussen eigenlijk helemaal niet stilstaan bij de fundamentele kritiek van feministische en antiracistische auteurs. En zo eigenlijk de verdeeldheid in de maatschappij mee voeden. Praten over woke lijkt me een afleiding te zijn van de essentiële problemen die onze maatschappij tarten, zoals het grensbeleid, de bureaucratisering, het financiële beleid, het energiebeleid, sociale media en sociale cohesie enzovoort. Terwijl er op sociale media een morele paniek ontstaat over woke activisten, wiens macht vooral virtueel is, stemmen volksvertegenwoordigers in meer dan de helft van de Verenigde Staten voor wetten die het onmogelijk maken om in het onderwijs nog over het koloniale verleden, racisme of seksisme te praten. Het is een soort van struisvogelpolitiek, net zoals het hoofddoekenverbod trouwens, waar fundamentele gesprekken over ethische kwesties die ons allen aanbelangen uit de weg worden gegaan, in naam van de gelijkheid. Maar het onderwijs moet net die plek zijn waar het veilig is om moeilijke, onaangename, uitdagende en ongemakkelijke thema's aan te snijden. Alleen zo leren we bij. Alleen zo gaan we voor een volwaardig humanisme. Nog geen anderhalf jaar na de moord op George Floyd en de oproepen tot decoloniseren, blijk ik vandaag vooral energie te moeten steken in het verantwoorden van het belang van zulke initiatieven. Eerder dan te kunnen argumenteren hoe racisme en seksisme voor ons allemaal perverse effecten hebben. En dat racisme en seksisme ervoor zorgen dat we blind zijn voor onze gemeenschappelijke belangen. Ik maak me dus zorgen, maar niet over woke. Wel over dat gesprek over woke, dat naast de kwestie is, terwijl we ons ondertussen allemaal laten bedotten door de verdedigers van internationale financiële belangen.